FC Groningen speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen Vitesse. Uh, geen overwinning. Maar de man naast mij won wel iets. Hij werd essent man of the match, Hans Hatenboer. Uh, een gelijk spel. Hoe voelt dat? Ja, toch wel uh, Ik denk dat, uh, dat op de eerste, uh, eerste half uur begonnen we, speelden, we, speelden we best wel goed. En, uh, ja, Vitesse wist, uh, had er niet echt antwoord, antwoord op uh, hoe wij hoe speelden, op de manier van spelen. En dat zie je dat veel ploegen dat al hebben met, uh, met dit systeem. Maar toen werd er wat omgezet en uh, ja, toen ging het niet meer zo makkelijk. En uh, ik denk dat de tweede helft dat, uh, dat, we, ja, dat, dat we ook geen recht hadden op de overwinning, denk ik. Uh, ik denk dat dan een gelijkspel wel, uh, ja, wel terecht is. Ja, want jullie komen wel snel op een 1-0 voorsprong. En dan krijg jij de kans op de 2-0. Ja, klopt. Die bal, die bal moet er in. Dat, dat is, zo simpel is het gewoon. Ik krijg die bal komt ervoor. En uh, ja, ik, ik telde hem eigenlijk al. En, uh, ja, dat is, uh, ik, raak, ik raak hem gewoon verkeerd. Dat mag niet gebeuren. Die bal moet erin. Ja, dan ga je met 1-1 de rust in, dan wordt het heel snel 1-1. Dat geeft je al aan, het is een, een lastige wedstrijd. Is dan 1-1 wel een terechte uitslag? Ja, dat denk, dat denk ik wel. Dat, dat, ik moet zeggen dat ook wel allebei de kanten nog op kunnen vallen. Zo simpel is het ook. Maar uh, ik denk dat 1 -1 over de 1-1 over de hele wedstrijd misschien wel terecht is. Maar ja, je, je, je ziet ook als je. Er zijn nog wel een paar kleine kansjes van, uh, van Vitesse en van ons. Maar niet echt grote uitgespeelde kansen meer. Dus 1-1 uh, is terecht, denk ik. Ja, kort voor tijd krijgt het Zang van Vitesse nog een rode kaart, dan gaat het publiek er weer achter staan. Toen dacht ik van nou, misschien komt, komt er nog een slotoffensief, maar jullie hadden net even te weinig tijd denk ik. Ja, volgens mij was het dus vrij laat dat die rode kaarten kwamen en uh, kwam ook met twee minuten kwamen erbij. Dat uh, was ook al vrij weinig. En, uh, ja, toen, uh, ook op dat moment hebben we ook geen, uh, na die rode kaarten hebben we volgens mij ook geen, uh, geen, geen echt grote kansen meer gehad. Dus uh, ja, het, het, het zat er op een gegeven moment zat, zat er niet meer in. Uh, ja, dat, dat is zonde omdat... Uh, ja, het is natuurlijk maar een korte periode dat je met 11 tegen 10 speelt. Maar uh, ja, is zonder maar uh, één eens terecht, denk ik. En we uh, hebben in ieder geval niet verloren, zo is het ook. En dan krijg je na afloop nog een bos bloemen. Want Essent, man of the match. Hoe is dat, dat de supporters jou verkiezen? Ja, natuurlijk is het leuk dat, dat supporters waarderen. Maar ik denk dat deze wedstrijd, was, was volgens mij, niet derde man of the match was. Uh, het, uh, het is dus als je hier een grote kans mist, dan, dan word je man of the match. Maar uh, nee, het, het is abso absoluut leuk om, uh, om dat te worden. Maar. Uh, ik denk, dat, ik, denk, ik denk dat er vandaag niet echt een man of the match was. Zo simpel is het ook. Wel ja. volgende week maar hè, tegen Heerenveen. Absoluut, het staat weer een mooie wedstrijd. Ik, uh, ik las alweer dat het, uh, dat alweer uitverkocht is. Dus uh, ja, uh, nee, Heerenveen doet het goed. En uh, ja, er valt, valt zeker wel wat te halen voor ons. Dus uh, het is weer een uitwedstrijd. We hebben een paar leuke resultaten in de uitwedstrijden neergezet. Dus uh, ja, ik heb er zin in en volgens mij heeft iedereen. En uh, ja, we gaan er weer volle bak tegenaan.